Je zou het misschien niet denken, maar wetenschappers verwachten dat er heel veel buitenaards leven in het heelal is. Ga maar na. In ons sterrenstelsel zitten ongeveer 200 miljard sterren. En dat is vrij gemiddeld voor een sterrenstelsel. Er zijn waarschijnlijk ook ongeveer 200 miljard sterrenstelsels in het zichtbare universum. Dus dat is al 200 miljard keer 200 miljard sterren. Waarschijnlijk meer sterren dan dat er zandkorrels zijn op de aarde. Nou weten we ook dat de meeste sterren planeten hebben. En dat betekent dat er dus zelfs nog meer planeten in het heelal zijn dan sterren. En als dat kunstje één keer al is voorgekomen, hier op aarde, nou dan moet het ook op andere planeten al een keer gebeurd zijn. Dus ja, wij gaan ervan uit dat het heelal krioelt van het buitenaards leven. Ja, hoe het eruit ziet, dat weten we natuurlijk niet precies, want we hebben nog nooit bewijs gevonden van buitenaards leven. Maar je zou het misschien in twee groepen kunnen onderverdelen. De langste tijd van het leven op aarde was er sprake van eencellig leven. Dus je zou kunnen denken dat als er leven is op andere planeten, dat de kans het grootst is dat het ook eencellig leven is. Maar hier op aarde loopt ook meercellig en zelfs intelligent leven rond, als we onszelf daaronder mogen scharen. Dus het zou ook kunnen betekenen dat er planeten in het heelal zijn waar dus ook intelligent leven voorkomt. Maar ja, we kennen natuurlijk de groene mannetjes met de grote zwarte ogen en grote hoofden met drie vingers aan elke hand. Nou, die kans is heel erg klein dat buitenaards leven er zo uitziet als Hollywood ons dat steeds laat geloven. Ik ga ervan uit dat we veel meer fantasie moeten gebruiken bij het bedenken hoe buitenaards, meercellig, intelligent leven eruit zou kunnen zien. Een aantal dingen laten zich een beetje raden. Als het een planeet is met een enorm hoge zwaartekracht, veel hoger dan op aarde, dan mag je ervan uitgaan dat wezens die daar rondlopen klein, gedrongen, gespierd en heel stevig zullen zijn. Een soort olifanten op muisformaat misschien. Heb je een planeet met een hele lage zwaartekracht, dan heb je het tegenovergestelde. Denk dan aan hele grote spinachtige wezens die gewoon zo groot kunnen worden omdat ze maar heel weinig zwaartekracht hebben. En op dezelfde manier kunnen we redeneren over wat voor soort atmosfeer is daar. Leven de wezens onder water of juist op het land? En op die manier heb je al een heel mooi nieuw vakgebied, het vakgebied van de exobiologie, waarbij daar over dat soort vragen wordt nagedacht. Ja, hoe kunnen we buitenaards leven ontdekken? Nou, dat zou op een aantal manieren kunnen. Als het intelligent technologisch leven is wat radiosignalen naar ons stuurt, ja, als we die radiosignalen ontvangen, dan is die kans vrij groot dat dat van buitenaardse wezens komt. Maar als het alleen maar dierlijk of plantaardig leven is, dan wordt het een ander verhaal. Nou, met telescopen zoals de James Webb en binnenkort nieuwe, nog krachtiger telescopen zijn we in staat om bij exoplaneten, waarvan we er inmiddels al zo'n 5000 hebben aangetoond, de atmosfeer te kunnen analyseren. En in die atmosfeer, daar zouden we aanwijzingen voor leven kunnen vinden. Zit er bijvoorbeeld veel zuurstof in een atmosfeer, dan zou het kunnen zijn dat dat door planten, buitenaardse planten, is gegenereerd. En misschien zouden we zelfs een planeet met een atmosfeer kunnen vinden waar luchtvervuiling in voorkomt. Nou, dan is dat ook wel een hele sterke aanwijzing dat er technologisch leven op die planeet aanwezig is. Het probleem is een beetje dat we het alleen maar zo op een afstand met telescopen indirecte aanwijzingen zouden kunnen vinden. Want al die planeten zijn zo ver weg. Dat is honderdduizenden of miljoenen jaren met een raket vliegen. Dus de enige manier om het zeker te weten is als we er echt naartoe zouden kunnen. Maar daarvoor zijn die afstanden helaas te groot. Het zou natuurlijk ook kunnen dat het buitenaardse leven ons vindt en ons bezoekt. Nou ja, we hebben het natuurlijk al heel lang over UFO's, Unidentified Flying Objects. Maar ja, dat zijn alleen maar objecten die we zien waarvan we niet weten wat het is. En tegenwoordig hebben ze zelfs een andere naam gekregen. Ik weet niet of UFO's echt een teken is van buitenaards leven. Ik geloof daar niet zo in. Ik geloof dus wel in dat buitenaardse leven. Maar ja, die moeten dan dus ook wel een manier zien te vinden om die enorme afstanden te overbruggen. En ook daar is het wachten nog steeds op.